Nou, dit is dan een zo'n blokje uit muziekles.tk of musiclessons.nl. Guido van Arezzo, de ontdekker of de uitvinder van het notenschrift. Dat heeft zo'n geschiedenis. En dat staat hier allemaal heel aardig beschreven. Het onthouden, Gregoriaanse gezangen, hè, op de vier lijnen. Dat's mooi, 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 mooi. De notennamen, waar die vandaan komen, dat heeft ook een geschiedenis. Het neumenschrift, geen lijntjes, is ongeveer zo hoog en ongeveer zo laag. Dan het do re mi. Dat heette dus eerst ut re mi fa. Nou zeggen ze dat ut is vervangen door do, omdat ut een vies woord, een vies woord klonk. Nou ja. De melodietjes die staan erbij, dat is hartstikke mooi, echt dit. Het is echt iets voor mooie HAVO-leerlingen. De hele boel uitgelegd. Waar komt dat vandaan? Waar moet je zoeken? En ja, de Guido-hand natuurlijk, hè? Tja, do re mi. Zogenaamde solmisatiesysteem. Wat later verder werd uitgelegd. En eigenlijk wordt het niet meer zoveel gebruikt, behalve bij mensen die echt goede zangles krijgen, die krijgen gewoon dit dus. Do, re en mi. Do, re, mi, fa, sol. Oftewel het handzingen. Wat dus eigenlijk oorspronkelijk uit Engeland kwam in de 19e of uit de 19e eeuw. Nou, ik zou zeggen, bekijk dat eens eventjes mooi. Enzovoort, enzovoort, werd er door de Nederlandse muziekpedagoog Willem Gerelds gepropageerd. Een heel verhaal.